luisteraars, van harte goedenavond en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Plainchong. Het is dan de 14e aflevering, natuurlijk via Persatu Televisie. Hedenavond hebben wij in ons midden, dus als gast, de wetenschapper, meester H.S. Chasmadi. Ja, een wetenschapper, een jurist, maar vanavond gaan wij praten over zijn zangcarrière. Dus we gaan praten over zijn activiteit met betrekking tot het maken van muziek. Ngadorake keselamatan ing wektu iki marang poro pemirsa sing tansa tak hormati. Iki siaran Plainchong liwat Songko TV Persatu, sambungan nomor 14. Sing teko nang studio ora liya yaiku salah sijine sarjana Kang Asmo, ya sarjana hukum Kang Asmo Mr. H.S. Chasmadi, Harold Chasmadi, iku temuko nang studio kanggo nerang-nerangake apa sing digawe aktivitas dening dhewekne amarga kecoba kerjanan uga duweni aktivitas kanggo apa iku mau bangun suarane supaya ne bisa nglipur sapa wae sing seneng musik. Mulane liwat songko radio ya bisa ngrungokake lagu-lagu sing dicipto sing digawe dening iku salah sijine prio sing kondang ning Suriname luwe ning telata Dekville yaiku Mas James sing dadi text writer iku ngrewangi macam-macam seniman utawa penyanyi saka negara Suriname luwe sing isik mulai karo anggone dadi penyanyi. Mulane aku ya bunga banget turunan Jawa ning negara Suriname senajan iku mau wis tambah pangkate dadi sarjana hukum uga bisa nurunake apa sing digawe target dening nenek moyang kita rikalane temuko ning negara Suriname ing wektune taun 1890. Nenek moyang kita utawa leluhur kita ngomong senajan negara Suriname duduk negarane wis ora bisa mulai meneh nang negarane yuk nang Jawa, ayo senajan ora negarane yo dibangun nak bisa yo duweni turunan supaya nikmo bisa melu bangun negara Suriname supaya ne bisa subur lan makmur lan uga yen duweni turunan bisa njunjung asmane wong tuane lan bisa mendem jero mikul dhuwur. Iku mau ya paribasan maune ya wis tak terang-terangake tentu kabeh wae padha mengerteni apa sing tak gawe semboyang ing wektu iki lan kabeh wae penasaran sir newskireh sapa iku Mas apa Pak Chasmadi Harold. Lah mengko dheweke tak wenehi kesempatan kanggo gawe kenalan marang sampeyan liwat songko televisi 10.3 yaiku TV Bersatu. Pak Harold, goedenavond en welkom. Goedenavond Pak Dus. Hoe gaat met u? Hoe gaat het goed. Oké. Ik heb in mijn inleiding naar voren gebracht dat Bapak Harold Chasmadi een wetenschapper is. Het klopt dat? Nou, wetenschapper niet zozeer. Ik ben jurist van huis uit. En ik beoefen op dit moment de professie van advocaat. Wetenschappen betekent eigenlijk veel meer dan wat dus. Oké. En misschien kunt u meer vertellen over uzelf, wie papa Harold Chasmadi in feite is. Oh ja. Allereerst wil ik Pa Does bedanken voor de gelegenheid mij geboden om hier te komen. Om te beginnen, ik ben Harold Chasmadi. Jalangapura
Nee, aku ra inter ngomong Jawa sing cetha. Terus aku nek ngomong tak sambungi sampe. Iya. Campur-campur ora apa-apa, Pak. Campur-campur ora apa-apa. Oke, Pak. Aku Haro Jasmadi. Aku saiki 6 tahun. Sasi iki aku Mari Sutarno yang ait man. Oh, thank you well, thank you kali mahar nih deh untuk ben beja kreisa dot word. Ik ben 56 jaar geleden geboren in Paramaribo. Zoals iedereen, bijna iedereen, heb ik de lagere school doorlopen, daarna het MULO en daarna het VWO. En ik ben daarna naar de ADE geweest, Anton de Kom Universiteit. Ja. Die heb ik niet afgemaakt. En ik had toen de gelegenheid om in 1992 naar Nederland te gaan om mijn studie daar af te maken. Oké, okay. Dus niet in Suriname? Niet in Suriname. Ik heb bij Rijksuniversiteit Leiden mijn studie afgerond. Dat was in 1996. Oké. Ik heb daarna gewoond en gewerkt in Nederland. En in 2014 ben ik geremigreerd naar Kupalima naar in Suriname, toch? Ja, Pak. La reden is, Paliku, ja, mesti een reden is, Pak. Ja, ja, ja. La sing reden nummer 1, omdat Pocoku manggon ini. Oh. La Pocoku, ja, karadene, toch? Dus u was alleen in Nederland? Ik was alleen in Nederland. Lah aku yo takon dene to kowe arep nenggokku manggon ning Nederland. Ora aku mau adem. Aku kene wis duwe oma wis de kerjaan aku mau mrono. Ya aku sing mrene aku sing ngalah to, Pak. Iya iya iya. Lah iku kambe iku aku yo ento anu rezeki barang ento kerja ning ning advokat kantor. Iya. Jenenge Syusyaran advokat. Lah sing siusaraniku, mister siusaraniku kan jago. Onda okay. Tenen barang sudah sampai aku neng universiteit ta, okay. Neng Holland. Lah aku nek ene wonge begelai aku, iku patrulku. In 2016 aku beedig, dus beedig tot advokaat. En eigenlijk sindsdien beoefen ik het beroep van advokaat. Op dit moment heb ik mijn eigen praktijk. Het is op dit moment wel zo dat mijn kantoor onder verbouwing is. Dus waar is uw kantoor gevestigd? Het is op dit moment gevestigd aan de Johan Adolf Mendelstraat 100. Maar het is onder verbouwing. We moeten nog even gaan kijken of ik ga uitwijken en hoe lang dat gaat duren. En daar ben ik nu nog een beetje over in onderhandeling. Zoals ik zei, 2016 beëdigd en 2018 ben ik overgestapt naar mijn eigen praktijk. Maar in de tussentijd, ik deed iets waar ik heel veel van hou. En dat is zingen. Ja, bij een van die oefeningen hadden we een koetje in de jam te pakken. Ja. Ik kenal aan Pak James Udesigo. Oke. Okay. Nek aku ngarani Pak Udes iku, wonge brene barang tak deloke saiki wonge cengar-cengene kono. Iku jenenge Udes. Yeah. Wong Jawa apa wong Hindustan? Iku wong Jawa. Wong Jawa echt met heel veel respect, heel veel kennis van muziek. Ya. Yeah. Saiki wis pasane eneng 5 jaar, bijna 5 jaar aku kenal wonge. En zo zijn we ook gegroeid, zeg maar, in het muziek maken. Tijdens kan bij Aku, kan bij natuurlijk een paar andere mensen zitten in een band. Dus u maakt deel uit van zijn muziekformatie? Ja, van zijn muziekformatie. Genaamd Die Musical. Ja. Oké. Okay. Die ik deed, zat jij nu Dijkveld Musical. Oké, okay, oké. Okay. La wange moeite ngaye pokok tu, gaya menyanyi, yeah. Terus tadi ada kawan aku kuinter menyanyi, of nyanyi kan wiki, aku yang mau ya tu, omdat itu adat wensku tu pak. Okay. And ya natuurlijk heb ik in Suriname, maar ook in Nederland in andere bands, verschillende bands gezeten.
Maar ik mag het zeggen en dat weten ze allemaal ook. Waar ik me thuis in voel, dat is die muziek. Oké, dus van jongs af heeft u altijd al een droom dat u van muziek houdt. Ja. En dat het gerealiseerd kan worden, ja, via die musical. Klopt. Dus met andere woorden heeft u wel aan de heer James te danken dat uw zangcarrière op dit moment gaande is. Zo is het. En ik heb de afgelopen 2 weken geschreven door James afgedraaid. Waaronder die van u. Ja. Hoe heet dat liedje weer? Ja, dat nummer heet Sayangku. En misschien wil Pa Dus ook weten wat daar de betekenis van Okay. is. Oké, gaat u gaan. Sayangku, de naam zegt het al, nee. Wong die, wong tjene, sayangku, jouku, lievelingku, jos, gatku toch? Ja. Nee, als we dus goed naar de tekst luisteren, dan heb ik het voor mijn sayang gezongen, voor mijn vrouw. En ik kan u iets verklappen. Toen ik het voor het eerst zong, want ze wist niet hoe het allemaal in elkaar zat, wong in brebes. Dus eigenlijk is het voor uw vrouw bestemd? Het is helemaal voor mijn vrouw bestemd. Realiteit? Ja, dus. Maar het is, kijk, zodra we dus iemand zingen en we weten, of iets zingen, en we weten voor wie dat bestemd is, dan komt het gevoel ook erbij. Kijk. Jawel. Jawel. En voor mijn gevoel heb ik samen met James Oedes eigenlijk een goed product afgeleverd. En ik ben daar heel erg trots op. En samen met mijn vrouw. Is het uw eerste pokoe? Ja. Het is op de schijf, zoals we dat ook noemen. Ja. Is dat mijn eerste pokoe? Ik heb wel nummers van live optredens op YouTube. Ik zit overigens ook bij Arumba en Plum. Ja. Daar ben ik ook vocalist bij. Oké. En het heeft eigenlijk ook te maken met iets dat een hele grote Surinaamse Javaanse zanger mij heeft gezegd. Ik kan de naam ook noemen hier. Ja. Dat is Oesje Soekatma. Waar in Nederland, en hij zegt mij op een gegeven moment: Harold, je moet ook iets achterlaten voor het nageslacht. Hij bedoelde daarmee: neem een nummer op, zodat dat, zolang we nog leven, als je er niet meer bent, als het aanslaat, dan kan het nog steeds worden afgedraaid, maar ook voor jezelf, toch? Ja, dus dat is eigenlijk ook zo'n beetje motivatie geweest. Ja, maar alhoewel ik u voor het eerst zie. Bij de binnenkomst van u heb ik direct gemerkt, hé, dit gezicht komt me bekend voor. En u zei zo net dat u tot de Arumba groep behoort. Ja. Dus volgens mij heb ik daar u leren kennen. Ja. Oké. Pak Jasmati, poro pemirso, sing tansa tak kormati, sopora bungalan bom-bom. Yen kurungu apa sing diaturake kaya mengkono mau wis nang jurone inleading utawa pembuka wis tak aturake nenek moyang kita onze forefathers rikalane ngancik bumi Suriname wis duweni omongan kaya ngono duweni krenjet kanggo mbangun penguripan ning Suriname ananging teko ning Suriname ya padha ngersula lan padha gelo amarga ora ana omah mung gubuk. Lah iku ya padha tangisan matur marang para jaji, ayo negarane dibangun senajan ora negarane dhewe dibangun men bisa subur lan makmur duweni turunan disekolahke nak bisa nyekolahke supaya dhe bisa njunjung asmane wong tuane. Aku mau ngomong mendem jero mikul dhuwur. Maksudnya, nak mendem jero iku menawa wong tuane duweni jeneng ora migunani apa tindak tandak tandu ora migunani, lah turunane bisa duweni kepangkatan liku sembarang sing ora migunani wis diisapi dipendem jero tenan.
Lah, apa sing apik dipikul sing dhuwur. Niku maksude mendem jerum mikul dhuwur. Iku paribasan. Lah aku nak ndelok lan ngrungokke aturane Bapak Harold Jasmadi iku SH sarjana hukum dan en juris. Iku omongane ya kaya satriya alus lan nyoto. Aku bunga banget. Mulane siaran blencong iku kagunggung goleki wong sing kaya Pak Harold karo Pak James babagan musik lan sak piturute. Mulane siaran blencong senajan mung sak kedeping metro yesik sediluk urung suwe ya taun iki wis nduweni fans akeh liwat FB liwat opo wae iku kanggo njunjung asmane siaran blencong. Blencong kena tak aturake ya patrahe mengkono iku Pak Dalang kae mbutuhake damar kanggo madangi clear. Lha iku blencong iku uga ning jerone siaran iki sapa sing temoko kene iku mau tak sorot. Opet footlich plaats van persona sing duweni pengalaman opo wae, duweni kepangkatan opo wae supayane bisa ditepangake marang masyarakat, supayane bisa ditepangake marang para penonton ya liwat Songko TV Bersatu. Emane iku mung setengah jam ya mung sak kedeping netro utawa iku triple J open heater plat sediluk ae wis entek to iki setengah jam nanging perlu mantep lan marem ngrungokake aturane sing diinterview lan ngrungokke sing diaturake dening sing interview opo sing diterang-terangake dening Bapak Harold Jasmadi kuwi ya wis kepenak sapa wae sebagai turunan Jawa tentu bunga lan bombong senajan wis duweni umur 56 tahun aku ngomong isik nom ketok nom mung rambuté iku putih iku ora dadi apa mau menawa mau ketiban cat ya malah putih ananging para pemirsa tentu KPW bunga ayo ngrungokke meneh aturane Bapak Jasmadi om weer terug te komen op hetgeen u reeds gezegd hebt van het zang gebeuren. Dus kunt u nogmaals herhalen wat de drijfveer geweest om de stap te nemen dat u begint te zingen? Ja, ik ben eigenlijk begonnen met zingen toen ik 10 jaar oud was. Ik weet ook dat ik een buurman had, die man leeft niet meer en die heeft altijd gezegd van je moet iets met je stem doen. Ja. Ik heb daar steeds iets aan gedaan en zoals ik zei daarnet heb ik ook, voordat ik naar Nederland ging, ik was ja in Nederland, ik ja melo ben ben naar verschillende bands dat wat doet. Welke? Ik had een band die ik heb helpen oprichten, dat is June. En ik heb ook geholpen met, misschien kent u die band nog, Bonnie. Daar heb ik ook bij geholpen. Dat wel. En nadat ik naar Nederland ben vertrokken, heb ik daar ook in 2 bands gezeten. De ene band is Sembarang. Het had eigenlijk Separan moeten zijn van we gaan zaaien en dan gaan we oosten. Yeah. Maar het is uiteindelijk Sembarang geworden. En we hebben daarna de groep Surianti opgericht. Ik ben vertrokken naar Suriname. Niet lang daarna kom ik Pa James Oedes tegen en zij speciaal bij mij thuis gekomen om te vragen van wil je ons komen helpen? Ik zeg met alle plezier. Ja. En ik voel me heel erg thuis bij die musical. Het weten al die jongens ook. En voor ons is plezier maken met muziek is het allerfijnste wat het is, het allermooiste wat het is, de Padoes. De drijfveer eigenlijk om te zingen is eigenlijk dat mensen je zeggen dat je er toch iets van kan, dat je een beetje kan zingen. Ja. Je leert ook hoe je dan
bepaalde handelingen moet doen, als je een optreden moet doen, maar ook hoe je moet zingen. Die kennis probeer je soms dan ook over te dragen bij andere mensen. En uiteindelijk is het zo dat je dan ergens terechtkomt waar je helemaal thuis bij voelt, toch Padus? Jepa. En dat is, ik herhaal het nu weer, en dat is wat ik heb met die musical. Wat er ook gebeurt, die musical naar Misami. Heet dat? Ja. Die musical met Misami de. En nu al probeer voor die musical gemorgen heet toen ik moet Choro Senama ja. De drijfveer is eigenlijk dat je eigenlijk toch iets wil doen om dat eigenlijk van je af te zingen. Want zingen is niet alleen leuk, maar het is ook stressverwerkend. Ja. Want uitschreeuwen betekent dus ook dat je van je stress af kan komen. En het helpt ook. En net als wanneer je een doelpunt maakt. Precies. Die stressverwerking is voor mij ook heel belangrijk. Maar ook dat je je gevoel erin kan doen. Toch? Want zoals ik zei, het moet niet zo zijn dat je een lied zingt zonder gevoel bij te hebben. Want anders komt het er ook niet uit. Dus de drijfveer is eigenlijk allesomvattend. De mensen met wie je omgaat. Het houden van muziek, met name het houden van zingen. Want als u mij vraagt om een gitaar te bespelen, ik kan er helemaal niks van. Nee, zingen iku is mijn ding. Uw eerste pokoe is reeds gelanceerd. Maar bent u van plan om een tweede te maken? Ja, de plannen liggen er, want als we het weer over die meneer James Moeders moeten praten. Die man is zo gefocust op het maken van nieuwe nummers, schrijven van nieuwe nummers. Dat is op dit moment zijn grootste doel, kunnen we zeggen. En dan moeten wij als vocalisten daar ook invulling aan geven, toch? En hij weet ook dat we nu eigenlijk te weinig hebben om een hele CD uit te geven. Yeah, yeah. Maar het is de bedoeling dat we dat binnen de komende 6 maanden wel hebben. Begrijpt u? Als ik naar uw verhaal luister, dan mag ik concluderen dat uw activiteit niet van vandaag is. Nee. Dus u heeft in verschillende muziekformaties gezeten, ja. Zowel hier als in Nederland. Met andere woorden, bent u dan een bezige bij op het gebied van muziek. Klopt. Oké, wat? Misschien kunt u de luisteraars, al is het een klein stukje, de luisteraars en kijkers even verrassen of verwennen met uw stem. O jee. Onvoorbereid. Ja, onvoorbereid. Als het lukt hoor. Nee, het gaat niet lukken, omdat jij kan wel zonder begeleiding, maar dan weten we niet welke hoogte dat is te pakken. Ja. Maar ik zou de mensen willen aanraden om in elk geval de nummers die musical aan u heeft afgegeven om af te draaien op de radio, dat ze daarna luisteren en dat ze daar notitie van nemen, maar ook dat ze dat blijven aanvragen. Maar noteert u wel welke liederen het meest afgedraaid worden? En wat ik bij Partijen vandaag gevolgd heb, heb ik mogen constateren dat zowel van Rin als van u, van Marianne of wie ook, 3 of 4 keer afgedraaid voor vandaag. Vandaag, ya. Okay. Ya, buat aku sajane izin yang memuiki ya pak. Ya, aku di James belt mij constant op. Heb je al geluisterd? Heb je al geluisterd? Salaku, aku saya kira di radio. Yondue ma era inter ontvang nganu percaya radio toh. Dus ik moet aku barang. Maaf yo James, aku urung-urung inter ngurung ake nomor ku dhewe.
Maar elke dag wordt het afgedraaid, ja, hoor. Maar het is de bedoeling dat ik misschien denk ik, als ik hier vandaan ga, dat ik een radio kan. En die is een hele groete. Want ze hebben me wel aangegeven van luister ernaar. En Padus, maar ook de mensen van Radio Pachaya, die doen alle moeite om het nummer te promoten. Dus je gaat wel moeten luisteren. En daar heb ik een radio voor nodig. Ja, goede beloofd, Pak James, waarom? Saya ni engkau nak mulai, aku mandek neng story atau kuradio, karena engkau. The name James is meerdere geval, meerdere keren gevallen, en vandaar dat ik een beroep doe op James. Meld je aan, kom in het programma en ik ga je interview. Ya, saya tak bang. Ya, precies pak, aku barang ngomong. Ya, saya ki aku sing eerste sing di interview sampai Padus toh. Ya. Sing volgende ya kuwe toh. Omdat ik zeg het ook, hij is heel belangrijk in dit project als ik het zo mag noemen. En wong en barang stiti toh pak, wong en barang serieus. Die man heeft een doel voor ogen en hij wil in de muziek ook heel ver komen. Als we daar mekaar bij kunnen helpen, dan is dat gewoon perfect toch. En ik kan het zeggen zoals het is, die muziek zat jij nu een paar vrienden bij elkaar uit de wist door. En dat gevoel moeten we altijd blijven houden en dat begrijp je. Maar hebben jullie geen planning om een clip te maken? In elk geval ben ik met mijn nummer bezig om een clip te maken. Dat zit op dit moment in de voorbereiding. Yeah. En als dat eruit komt, dan kan ik het ook aan u geven. Want we zijn bezig nu de voorbereiding te maken om de opnames te maken, Padus. En dat ook, dan zullen we het ook uitgezonden komen. Oké, Mas Harold, opa Harold, Mr. Harold, matur kesuwun, anggone sampean. Ngewenehi pendorongan marang Bersatu Televisi kanggo temuko ning kene supaya ne bisa nerang-nerangake lan gawe tetepangan karo para pemirsa menawa arep nambahi rembug arep ngewenehi pesen dus miskin as slot stuk u dan een boodschap wil geven of ya, ngewenehi weling, monggo pak. Ya, ook dit is een beetje een onvoorbereide vraag van u. Als ik het moet hebben over een boodschap, dan betrek ik het ook naar mezelf te pak. Dus, als je ergens mee bezig bent, moet je het ook serieus doen. Ja, inderdaad. En dat is niet alleen met muziek maken, dus in dat geval pret maken, maar ook als je bezig bent met een studie, ja. Als je bezig bent met werken dat je jezelf opwerkt om hoger op te komen, dat is ook wat mij betreft ook mijn hele leven geweest. Ik hoef niet te veel te hebben om tevreden en gelukkig te zijn, maar ik moet wel het gevoel hebben dat ik er hard voor heb gewerkt. En zolang degene die voor die keuze staat daar de moeite voor doet, je hoeft niet alles daarvoor op te geven, de moeite voor doet en je bereikt iets, dan kan je niet anders stellen dan dat je heel trots op jezelf moet zijn. Ja. Maar ook op de mensen met wie je werkt. Karim ja. Onowaipa. Dus vandaag hebben we gesproken over het zanggebeuren of het muziek maken. Menowo, beso, ingelio waktu, gaan we over iets anders praten. Want het is interessant om een jurist in ons programma te hebben. Dus, nou, ik kroeg gezegd, wo dikiki. Pak Jasmati bisa tadi juris kepiye, sekolah kepiye, ya. Dus in een later stadium gaan wij u weer uitnodigen
om onze kijkers te vertellen. Akkoord, ja, pa? Akkoord. Ik zeg toe dat ik al mijn medewerking... Goed zo, tjumbal. Poro op weer zo op ons theater. Agetining Pak Harold Chasmadi. Kurungu dan, aku ngomong tjumbal. Iki mau ngomong ke kanggone musik. Nggawe lagu, wis di giarke ning radio, ya dino iki waik mau wis keputer ngeliwati ping papat bebarengan karo Rin Ahmad Karyo, Editor Jo, lan Marian Kartonijoyo, lan sak piturute. Oh, Shanifa uga iku basa ora basa Jawa, iku basa Kreol utawa basa Seranang. Ananging iku dituntun utawa dipayungi dening Mas James kejaba Pak Harold tak undang sepisan meneh, uga Mas James menawa yo kabeh wae senajan jenenge kondang kepengin wiro liwat Songko Bersatu televisi dedek pengadeke Mas James. Udes iku sapa? Jenenge kok Udes iku wong apa? Sok didelok yen Captain Dus diweni siaran blencong ya wawancara karo Mas Udes. Matur suwun marang sapa wae sing ing wektu iki ndelok siaran blencong liwat Songko Televisi Bersatu ono ing Klumbang 10.3. Matur suwun ono salahe, ono klera-klerune lan keplesetting tembung aku nyuwun maaf. Bisa kepeduk meneh ing liya wektu ya iku sambungan nomor 15 tot so fair this aflevering van Blencong waarin wij de jurist Steven Sanger Pak Harold Chasmadi hebben belegd. Bedankt voor het willen kijken en graag tot de volgende aflevering. Goedenavond. Tresno marang sliramu, aku ayem merko urip bareng sliramu. Oh sayang kue saiki jodohku. Sak jroning impenku urip bebarengan selawase oh sayangku, amat kepowe wis pancen pepundenku, uripku tak pasrake sliramu. Sayangku kowe sing tak tresnani, percaya pancen kowe saiki bojoku. Pancen pepundenku, uripku tak pasrake siramu. Sayangku kowe sing tak tresnani,
pancen kowe saiki bojoku. Sayangku kowe sing tak tresnani, percaya atiku iki. Aku ayam tentrem balik karo siramu pancen kowe saiki.